Toen jij gevraagd werd voor dit initiatief, wat waren toen jouw eerste gedachten? Wauw, ik kom in een boek. Dat is me nog nooit overkomen. Na 2 jaar Nederland hebben doorkruist om 28 ondernemers te interviewen en te fotograferen in typisch Hollandse locaties, is het dan zover. In het Tobaccotheater te Amsterdam vindt de presentatie van het boek Tutti Frutti plaats. Een 2-talig boek over ondernemers van verschillende nationaliteiten en achtergronden die hun droom hebben waargemaakt in Nederland. Zeg Saskia, hoe werd jij vanochtend wakker? Nou, een beetje in een soort roes werd ik wakker vanochtend. Van, nu gaat het toch echt gebeuren? Dankjewel, dankjewel. Nou, ik ben altijd van, joh, iedereen gelijk. En dan denk ik, ja, moet het echt onderscheidend zijn? Maar toen ik eigenlijk het verhaal en alles goed doorkreeg, denk ik, ja, het is eigenlijk wel leuk om te laten zien hoe multicultureel Nederland is. En nu ben ik er natuurlijk ongelooflijk trots op dat ik hierin mag staan. Al die verhalen van die deelnemers, die raken je op de een of andere manier. Al was het al op de manier waarom sommigen naar Nederland gekomen zijn. Dat is soms zo ontroerend. Ook op deze manier hoe zij hebben het gedaan. Met hele grote foto's, met leuke verhalen erbij. En om gefocust te zijn op de persoonlijkheid zelf en niet op de onderneming per se. Ik herken elk woord die in de teksten zijn omschreven. Over wie ik ben als ondernemer en wie ik ben als persoon. Waarom moet het bij mij in de boekenkast staan? Om een stukje besef te hebben, om te begrijpen dat Nederland verandert en ook het ondernemerschap verandert. Dat Nederland ook een stukje kleur bekent en dat komt ook weer terug in het ondernemerschap. Dit is Nederland anno nu. Dit is zo belangrijk, omdat ze hiermee aangeeft van deze mensen zijn hier en het gaat niet alleen om mij, maar om al deze prachtige ondernemers die een bijdrage leveren op een hele positieve manier aan onze samenleving. Ik denk dat het een droom is van elke fotograaf om mee te werken aan een fotoboek en dat voelt nog steeds zo. Ja. Wat was dat voor een dag, de dag van de opnames? Hartstikke leuke dag. Het weer was niet helemaal top. Maar tussen regenbouwen door heeft Karen prachtige foto's en een prachtige omgeving kunnen uitzoeken. Zeker. Heel bijzonder vond ik hoe ze kennis met elkaar maakten. En de sfeer die daardoor ontstond en de dynamiek onderling die ontstond. Afspraken werden gemaakt, sommigen gingen handtekeningen in elkaars boek zetten. De vervolgafspraken die naar aanleiding daarvan zijn genomen, ja, daar doe je het eigenlijk voor. En we hebben allemaal één ding gemeen. We houden van ondernemen en in Nederland. En ja, dat brengen we tot een succes.